Uit een steekproef van Das en Boom blijkt dat dassenburchten in grote getalen worden vernield en de dieren worden gedood. De burcht maakt de das een makkelijk doelwit. Doordat de das daar leeft, is die altijd vindbaar. Er zijn twee soorten mensen, zeg ik wel eens op de wereld, die zich verbazen over de sprookjesachtige voorkomen van die das. En de anderen zien gewoon een vraatzuchtig monster. Maar die das heeft een extra probleem, omdat die, net als de mens en de termiet, de enige drie dieren op aarde, eeuwig op dezelfde plek probeert te blijven en te wonen. Dus burchten kunnen duizenden, zo niet tienduizenden jaren oud worden. En dat betekent dat het een heel dankbaar, boksbeugel is voor een boer die bijvoorbeeld schade heeft. Ik bedoel, er gebeuren in zowel Brabant, die Oost-Brabant, als in het aangrenzende stuk Gelderland ten noorden van de Maas. Zaken met gif, met gas, met strikken. We hebben zelfs één keer gehad met karbiet. Hoe gek wil je het verzinnen? We hebben heel doelbewust een inspectie uitgevoerd, omdat we dat 15 jaar geleden ook op dezelfde plek gedaan hebben. Toen waren er stropers actief die dassen vingen, 15 jaar geleden, om met honden te trainen. Nu was er algehele haat zichtbaar tegenover dassen bij de helft van alle dassenburchten die we hebben gecontroleerd. Dus 68 burchten, daarvan de helft, hadden tekenen van vernieling, verstoring of zelfs uitroeiing. En dat is vrij schokkend. Alle dassen zijn nu onder de grond in Nederland. En als wij willen dat ze uitgeroeid zijn, lukt dat binnen 2 dagen. Want ze zijn allemaal thuis en we weten de huizen te staan. Ja, tuurlijk, alle dieren die een beetje van formaat zijn, en het is een beest van een meter, kunnen schade aanrichten op golfbanen of sportvelden of in een tuin. Nou, we hebben afgesproken in Nederland dat als het een beschermd diersoort is die die schade berokkent, dat die wordt vergoed. Alleen is één probleem, de overheid heeft zich teruggetrokken. We hebben 2 kabinetten Rutte gehad en in 1 van die kabinetten was meneer Bleker, de staatssecretaris voor natuur, en die had er helemaal niets mee. En zeker niet met dassen, dat vond hij maar lastige dieren. Dus hij heeft de bescherming verlaagd. Je mag hem nu verstoren. Je mag hem alleen niet doden en zijn burcht niet vernielen, maar je mag hem wel verstoren. En je hebt dus de schaderegeling die aan de provincies is gegeven, zonder daar extra geld bij te doen. Nou, dan weet je dat zo'n provincie probeert overal te bezuinigen. En die doen het dus ook. Het is makkelijk om je woede erop te koelen en het is makkelijk om ze uit te roeien. Eigenlijk geen beest waar het makkelijker bij is. Ja, termieten en mensen.